Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag wordt Fortnite Battle Royale voor jullie met een challenge. En deze challenge is echt de allermoeilijkste challenge die ik ooit heb gedaan. In gewoon alle video's die ik ooit heb gedaan. Alle challenges die ik ooit gedaan heb, is dit toch echt wel de allermoeilijkste challenge. De challenge is namelijk als volgt. Ik begin met grijze wapens, maak ik dan 2 kills, mag ik doorgaan naar de groene wapens, dan mag ik nog steeds grijze wapens natuurlijk gebruiken. Maak ik weer 2 kills, mag ik blauwe wapens gebruiken, enzovoort. Het klinkt zo makkelijk jongens, het klinkt zo makkelijk, maar het is echt waar zo moeilijk. Dus heel veel kijkplezier, ik vond het een superleuke challenge, wel echt heel moeilijk. Dus hopelijk heb je er zin in, smash even dat blauwe duimpje omhoog als je het niet gedaan had. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En volg me meteen op Instagram, zou super tof zijn en dan gaan we meteen beginnen. Let's go. Oké, please, geef me instant een grijze gun. Ga je niet een Scar? Die wel. Oh, fuck. Ik haat dit. Ik mag die Scar niet oppakken eigenlijk. Maar dat weten zij niet. Maar dan hebben ze in ieder geval niet die gun. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Kom maar. Oh bro, ik haat dit. Wat verwacht je dat ik doe, pik? Ja, maar... Why? Hi. Come on. Oeh. Dank je. Wat gebeurt hier, ouwe? Mensen hebben dat niet door, ouwe. Mensen hebben het gewoon niet door. Mensen weten gewoon niet dat hij hier gewoon een trap zit of zo. What the fuck? Dankjewel, Pik. Oké, mensen hebben serieus niet door, man. Mensen hebben serieus gewoon niet door dat je vanaf hier omhoog weer kan. Mensen denken van, oh, ik bouw hier, dan ben ik safe. Ja, maar bro, ik kan hier gewoon zo en dan hup, ben ik weer omhoog. Ja, ja, ja. Ja, sorry. Oké, nice, man. We hebben 3 kills. Lekker. Lekker, lekker. Dat betekent dat ik groene wapens mag oppakken. Ik mag trouwens alle shields wel gewoon innemen, oppakken, weggooien. Maar doen wat ik wil. Dat mag allemaal wel. Dus dan weten jullie dat. Niet dat jullie denken van, ja maar Rick, oh, shields zijn toch groen en paars en goud en bla bla. Er zit trouwens... Zie, ik zag ik daarnet. Is daar al lag een grote shield. Dus die onthoud ik eventjes. Dat zag ik toevallig in mijn ooghoek. Dus die pakken wij zo meteen ook even op. Zo. Misschien dat hier ook wel een grote shield boven ligt. Dat zou ook wel super chill zijn. En die beurs ga ik niet meenemen. No, no, no. Grote shield of minis? Grote shield, ook prima. Ja, dan maakt het in principe geen fuck uit of ik hem nou deze inneem of die daar. Dus het komt wel goed. Maar als het goed is, ligt hier een shield. Tenminste, yep, oké. Het kon ook zijn dat ik gewoon echt extreem blind was. En dat het gewoon een blauwe beurs was. Had leuk gekund, maar dat was het gelukkig niet. Oké. Zul je zien dat hier minis uitkomen? Wedden? Wedden dat hier minis uitkomen? Ja. Oké. Ja. Pijnlijk. Pijnlijk, 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 pijnlijk. Thanks, Fortnite. Nou, maakt niet uit. We hebben in ieder geval 100 AP hoor, dus dat is niet heel erg. Of in ieder geval 100 shield. Dus dat komt wel goed. Nou, 3 kills in de building is prima om te doen. We mogen na 1 kill, als we nu nog een kill maken, mogen we blauwe dingen oppakken. Dus dat schiet op zich wel redelijk op, man. En daarna mogen we paars doen. En daarna goud. En dan zijn we alweer ready voor het hele potje. Of eigenlijk voor de eindbattle. Want ik denk dat we met deze guns het niet gaan redden, though. Met alleen maar grijze en groene guns. I don't know about that, though. I don't know. Geef me gewoon... 1 kill nu, want er liggen hier nu al 2 items waar ik denk van, ik had je graag mee willen nemen, maar
Dat mag niet, want je bent blauw. En dat mag gewoon niet. Dat zijn de regels. En ja, hoef ik niet. Zit hier boven nog een chest? I don't know, voor mij niet namelijk. Of toch wel. En een grote shield. Hey, grote shield. Hey, wat ga ik doen? Ik ga jou meenemen en ik ga jou meenemen. Ik ga hier heel veel spijt van krijgen, denk ik. Nee, niet. Nee, pumps zijn wel goed, maar... I don't know. Ik begin de laatste tijd namelijk weer een beetje te twijfelen of ik nou pump of tactical moet gebruiken. Want ik vind ze alle twee wel goed, maar... I don't know, man. Ik begin de laatste tijd weer een beetje te switchen, dus... I don't know. Maar voor deze video gaan we gewoon even de pumpen gebruiken. Dan hoop ik eigenlijk dat we de 6 kills halen, want dan kan ik een heavy shotgun meenemen. Tenminste, de paarse dan natuurlijk, niet de gouden. Dat zal leuk zijn geweest. Jij bent dichtbij. Waar ga je heen? Je gaat echt weg. Gewoon... Je was trouwens wel in de buurt. Holy shit, je was serieus gewoon naast mij. Holy damn. Jammer dat je denk dichtbij er was. Het is niet eens een woord, maar... Dichtbijer. Oh, goed van Nederlands, man. Dit keer was het wel expres. Oké. Maar de jongen was dus hier ergens en toen kalde hij zijn dingen in. Dus dat is best wel... Creepy om na te denken dat iemand zo dichtbij is. En het is ook best wel creepy dat daar iemand loopt. En het is ook best wel creepy dat hier een lama staat. Die heb ik al heel lang niet gevonden. Holy shit. Hey, dankjewel bro. Nou heb ik dan... heb ik 800 hout? 200... Oké. Nice. Thank you. En nog een shield. En nog een grote... Zo, lekker gebouwd, Rick. Zo, echt... Weet je wat ik beter kan doen trouwens? Fuck deze hele medkit. Zo, ik kan beter gewoon dit doen, denk ik eerlijk gezegd hoor. Ik denk dat dat een stukje beter is. Anders verspil ik letterlijk gewoon een hele medkit van 100 HP daar. En ja, dat is weer... Maar had het niet veel uitgemaakt eerlijk gezegd. En dan had ik een... Oké, laat maar zitten. Het was beter geweest als ik een medkit had ingenomen. Want die medkit had ik laten liggen. Heb ik nu laten liggen. En die campfire had ik nog kunnen gebruiken. Dus ja, was niet heel slim. Maar ja, maakt niet uit. Komt goed. Komt helemaal goed. Ik wil er niet mee bemoeien, maar toch ga ik het doen, denk ik. Als eentje dood is, dan ga ik dat doen. Heb ik iets anders? Zo fucking smerig, hè? Maar I don't fucking care. Oké. Het is echt zo smerig dat ik dit doe. En dat ik gewoon zit op te wachten. Maar dat maakt niet uit. Maakt allemaal niet uit. Ik mag jou allemaal niet meenemen. En ik wil heel graag die P90 meenemen, maar dat mag niet. Sorry. Zo. Dan gaan we zo. En dan zijn we weer beneden. Let's go. Jou mag ik wel meenemen, ga ik niet doen. En ik vind bolt action snipers vind ik echt gewoon... Ja, ik weet niet. Nutteloos. Ja, want ik krijg alleen maar 110 damage met die dingen. En met een heavy sniper schiet je ze in één keer dood. Dus ja, eigenlijk, ja, ik weet niet. Ik pak ze nooit meer op. Ze zijn niet slecht hoor, maar ik gebruik ze gewoon niet meer omdat ik zit van ja... Als er toch een heavy sniper in een game zit, waarom... Snap je? Oké, we mogen dus nu blauwe items oppakken. Nou, dat heb ik gedaan. Dan moeten we nu weer 2 kills pakken. En dan pas mogen we paarse items oppakken. En dan weer 2 kills en dan mogen we gouden items oppakken. Dus het gaat even duren. En misschien dat we het nog niet eens halen. Ik hoop het natuurlijk wel. Het zal wel eens leuk zijn voor jullie ook natuurlijk. En voor mezelf ook. Maar we gaan ons best doen. Zo. Er is iemand daar omhoog gegaan. Dus die gaan we eventjes achterna, denk ik. En aangezien hij toch helemaal op de berg gaat zitten, die wel safe zit. Niet helemaal. Gaan we nog even kijken of dat kan. Ik heb genoeg ammo, dus dat is niet het probleem. Iets reloaden, nope. Heel vaak vergeet ik dat, jongen, dat ik iets moet reloaden. En dan zit ik echt van, één bullet. Had ik maar gereload. Dus, dat moet wel goed komen nu, dit keer. Nou, sowieso niet... Daarheen? Ik denk dat hij gewoon omhoog is gegaan en dat hij daar gewoon even ging looten en dat hij weer weg is gegaan. Denk ik, hè? Weet ik het niet zeker.
fam. Ik moest even high ground weer zien te pakken, man. Pff, ik dacht even serieus dat die, dat hij degene was die had dinges, weet je wel? Oh nee, god op, man. Oh. Let's go, jongen. Let's fucking go. Hey, thanks, man. Let's go. Oh, die vond ik mooi, man. Die vond ik echt even leuk. Echt, daar geniet ik van. Dankjewel, bro. Zo. Oké, nice. Die vond ik leuk. Oké, we hebben 6 kills. We mogen nu paarse dingen oppakken. Dus dat is mooi. Top 10 zitten we alweer bijna. We hebben genoeg hout. Alleen wil ik dit eigenlijk weghalen. Ja, maar dat vind ik ook weer zonde om mijn ding daarvoor te gebruiken. Dat ga ik niet doen. Zal je misschien afvragen, ja maar Rick, waarom? Nou, omdat het zeg maar ook tegen me gebruikt kan worden. Allee, nu ben ik gewoon dom aan het doen. Kijk, dit vind ik even iets chiller. Zo, meer hoef ik ook niet hoor. Maar dan, in ieder geval, kom ik niet zomaar iemand daar. En dat ik dan zit zo meteen van... Fuck, had ik het maar weggehaald. Dus vandaar. Oké. Zien wij hier toevallig nog enemies? Want ik heb niet een sniper in mijn handen. Ik weet dat er wel een sniper ligt, maar ik ga hem niet oppakken. Want ja, ik heb genoeg shields. En ik wil wel gewoon extra veel shields meenemen als dat kan. Ik bedoel, als je de mogelijkheid hebt tot veel shields meenemen, moet je het ook gewoon doen. Niet heel je inventory natuurlijk volzetten. Maar, je snapt wat ik bedoel. Uiteindelijk moet ik hier toch weg, dus... Thanks. Oké. Ik zie niemand in flush zitten. Sowieso, wie landt er in flush? Ik bedoel... Landen er überhaupt eigenlijk nog mensen in flush? Laat er rechts achter, jongen. Laat er rechts achter of jij nog in flush landt. Tuurlijk, misschien voor challenges, maar buiten dat... Denk echt dat er helemaal niemand landt. Maar dat kan aan mij liggen, hè? Sorry als ik het fout heb. Shout-out naar mensen die in flush landen. Maar volgens mij bijna niemand, right? Denk het niet in ieder geval. Maar misschien wel. Oké. Nou, ik weet zeker. Er zit sowieso iemand in het huis. Dat kan gewoon niet anders. Dat kan gewoon niet zo zijn dat er niemand in het huis zit. Nee. Geloof ik niet. Geloof ik niet. Dus daar gaan we snel achter komen. En we kunnen die turret gebruiken. Maar aan de ene kant vind ik dat ook wel weer een beetje creepy. Want ik sta wel in the middle of nowhere en in open. En daar zit ook iemand met een sniper. Die zag mij waarschijnlijk al. Dus... I don't know. Wat is dit? Oh, laat maar. Wat de heck is dat, ouwe? Ik vertrouw het niet met traps hier, man. Zit er echt niemand in het huis? Zo, er zit gewoon niemand in het huis. What the fuck? Had ik wel verwacht, man. Ik had serieus verwacht dat er iemand in het huis zou zitten. Oké, weet je wat we gaan doen? We gaan hier gewoon een trap neerzetten. Echt op de lulligste manier ooit. Want dit zie je namelijk niet. Maar I don't care. Oké. Seriously? Oké. We gaan eventjes hier een one-by-one bouwen. Oké, we weten dat iemand daar zit. Daar tegenover mij. Nou, we zien dus nu al meteen dat er iemand links van me zit. We hebben nog 7... Daar zit iemand. Dat zijn 1, 2, 3 enemies. Er zijn nog 5 enemies over. Waarvan er dus nu dan nog 2 dus random ergens zitten die ik nog niet weet. Waarvan ik de positie niet weet. Want daar zit iemand. Daar zit iemand. En er zit iemand naast. Want daar kwam de kogel net vandaan. Dus dat betekent dus dat er nog 2. Nou, maak er maar 1 van. Die is waar ik nog niet weet waar die is.
pushen, Rick, pushen. Let's go. Let's go. Ik mag nog geen gouden dingen oppakken, Rick. Shield innemen. Had gewoon één grote shield, dus dat is mooi. Oké, let's go. 7 kills in de building. Let's go, jongen. Let's go, Rick. Kom op, wat is dit? Dat is een blauwe pump. Dan die heb ik niet nodig. Oké. We weten dat er nog iemand hier tegenover staat. Daar liggen 2 airdrops. Oké. Oké. Ik vertrouw dit niet, man. Ik moet wel een beetje die kant pushen, maar ook weer... waar de fuck moet ik heen, man? Wat voor rare kutseizoen is dit? Damn it, Vic. Oké, we gaan hier naar beneden toe. Denk ik. Ik denk dat het best is. Oké, er zit iemand dus bij de airdrops. Ik wil hem niet eigenlijk kaart gaan pushen. Of tenminste gaan challengen. Want ik weet niet, I don't trust it. Want ik ben bang dat er nog één zo'n snipertje komt en die denkt van ha, fuck jou Rick. En dan is het voorbij. Lekker voor je. Oké, die guy zit daar dus nog, hè. Besef die even. Acht kills betekent dat ik gouden dingen mag pakken, right? Volgens mij wel. Er is nog steeds geen 1v1. Maar ik ga wel de Scar pakken. 8. Zo, ik ga wel even deze medkit innemen. Ik wil namelijk het zekere voor het onzekere nemen, als ik heel eerlijk ben. Ik ga niet namelijk nu... Als ik nu dood ga, ben ik fucked. Oh. Thanks, Pick. Oh, dat is wel aardig. Als je mij daar liet leven. Soort van. Oh fuck, really? Gewoon echt... Fuck. Oké, ik zit safe. Ik in ieder geval wel. Oké, Rick, hoe ga je dit doen? Het is namelijk nog steeds geen 1v1, hè? Oké, ja, Rick, je moet echt zo goed oppassen met wat je nu aan het doen bent, jongen. Dat is het probleem nu. Oké, één guy zit in een quad crash. Heb ik 2 keer gehit? Oké, prima. Die guy zit daar te campen. En die kan ik niet even 1, 2, 3 hitten. Ik wil er eigenlijk heen vanwege... Want stel je voor, er zit at the moment een ding in. Ben ik echt binnen. Een grenade launcher. AK is ook prima. Oké, we moeten helemaal weer die kant op. Bro, oké. Dan ga ik... fuck! Wat ga ik doen? Ga ik die suppressed meenemen of niet? Nu. Ik zeg van... Niet. Of van wel, sorry. Ik moet deze guy pushen ook. Oké. Nice, gedaan. Lekker voor je, jongen. Let's go, jongen. Let's fucking go.
Oh, eindelijk, jongen. Eindelijk. Het is gelukt. Deze challenge was zo vervelend, jongen. Echt waar. Dit is echt oprecht de moeilijkste challenge die ik ooit heb gedaan. Dit is echt de moeilijkste challenge ooit. Zo, hé. Oké, nice. Dit is oprecht de allermoeilijkste challenge die ik ooit heb gedaan, ouwe. Damn. Oké, doe deze thuis na. Het is letterlijk gewoon... beginnen met grijze wapens, maak je 2 kills, mag je groene wapens oppakken, maak je weer 2 kills blauwe wapens, dan paars en dan goud. Het klinkt heel makkelijk, maar dat is het echt niet. Het is oprecht de moeilijkste challenge die ik tot nu toe heb gedaan. Jongens, bedankt voor het kijken. Doe een blauwtje omhoog. Vergeet te abonneren op mijn kanaal. Ik vond het super leuk om te doen. Wel echt extreem moeilijk, want ja, daar gaan we het niet over hebben. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Ciao.